Goedemorgen, Vlogmas dag 8. Ik moest eventjes spieken naar de hoeveelste dat we zijn. Ik begin ondertussen een beetje de tul kwijt te raken. Maar ik heb vandaag school. Ik moet om 9 uur op school zijn en het is ondertussen 8 uur. Dus ik ga binnen een half uurtje vertrekken. Ik heb net ontbeten. Ik zit nog aan tafel. Helemaal alleen. Iedereen is weg. En ik zit lekker naar de Sacconi Jolies te kijken. Dat is echt een van mijn favoriete vlogfamilies. Dus ja, dat vind ik gewoon leuk om 's morgens even naar te kijken. En de zon is aan het opkomen. Het is een mooie zonsopgang. Maar dat kunnen jullie net niet zien. Een beetje, maar niet helemaal. Maar vandaag wordt een niet zo eventvolle dag, aangezien ik heel de dag op school ben. Joepie. Dus ja, we gaan zien wat er gebeurt. Ik hoop dat er toch nog iets leuks gaat gebeuren. En anders mijn excuses al op voorhand. Ik heb gewoon weer hetzelfde ontbijt genomen als altijd. En verder, ja, ik hoop dat ik straks niet te veel file heb. Ik was vergeten dat we vannacht een afwas gedraaid hadden. Dus het is mijn beurt om hem proper uit te halen. Oei, daar is precies iets niet goed afgewassen. Dat kan er terug in. Als ik één ding echt niet leuk vind, dan is het dat. Een afwasmachine uithalen. Bah. Niet mijn favoriete zaak. Long time no see. Ik ben weer thuis. Het is ondertussen 6:40 en ik heb zoveel honger. Zoe heeft, toen hij eerst thuis was, groentesoep gemaakt. Ik ga lekker groentesoep eten. Ik heb al ondertussen lekker iets koffie aangetrokken. En ja, ik ga nu gewoon eten, want oh, so hungry. We hebben lekker gegeten en ik lig ondertussen op de bank met mijn laptop. En de televisie staat ook aan. Ik heb nog een klein taakje te maken voor Frans. En ik ben een foto aan het maken, of collage aan het maken voor de video van morgenochtend. De Primark shoplog. Daar maak ik altijd een fotootje voor en zo. Dus dat ben ik nu aan het doen. Dan kan ik die video instellen. En dan morgen zal de vlog wel iets later zijn. Aangezien ik ook iets pas om 4:15 klaar ben met school. Dus dan ben ik thuis tegen 4:15. En dan moet ik nog beginnen met bewerken en uploaden. Dus de vlog gaat morgen iets later zijn. Maar ik bedoel, hij komt er sowieso. Die van vandaag is wel echt niet zo heel interessant geweest. Want ik ben gewoon heel de dag op school geweest. Maar ik lig hier lekker naast de kerstboom. Echt, ik vind het zo gezellig. De kerstboom aan. Echt gewoon cozy. Zo, hij staat gepland voor morgen om 10 uur. Shoplog, Lofies en Primark. En omdat ik toch bezig ben, ga ik denk ik ook maar de vlog van gisteren gelijk bewerken. Dan is die morgen toch niet zo laat als ik daarnet zei. Dus ja, het is nu 8:30. Ik denk dat vlogs zijn niet super moeilijk te bewerken. Dus als ik dat binnen een half uurtje, 40 minuten gedaan heb, dan is dat fijn. En dan ga ik straks lekker douchen. En ik besef me net dat ik mijn adventkalender nog niet heb opengedaan. Jee, dus dat kan ik nog doen. Ik zal even halen en dan ga ik meteen ook mijn bekertje water vullen. Lekker. En die van chip moet ik ook nog doen. Zo. Laten we beginnen met die van chip. Nummer 8. Where are you? Where are you? 18, 9, 8. Hier. Ah, deze is altijd zo moeilijk om open te doen. Chip! Yummy! Chip! There he comes. Zit. Zit, hè? Hij is lief! Bye! Oké, mijn beurt. Deze. Number 8. Oeh, een witte. Lekker. Chip gaat eens een bedje. Af. Mooi af. Slaap wel. Dag Vlogmas. Chip slaapt hier in dit bureautje. Ja. Yeah. Nog een snoepje. Allee dan. Hey, het is eigenlijk al de volgende ochtend, maar ik merkte net aan mijn camera en de beelden dat ik de vlog van gisteren niet heb afgesloten. Ik ben echt gewoon als een blok in slaap gevallen. Dus bij deze, ik zie jullie morgen weer, wat eigenlijk vandaag is. Bye!
through the snow in a one horse open sleigh.